en de directeur van het Nationaal Informatie Instituut en woordvoerder van het kabinet van de president, Clifton Limburg, is opgenomen in het ziekenhuis. Dit wordt bevestigd door het NII. Aan onze nieuwsdienst is meegedeeld dat Limburg volstrekte bedrust is voorgeschreven. Hij is naar alle waarschijnlijkheid oververmoeid. Het NNI spreekt hiermee alle berichten tegen, als zou Limburg een hartaanval hebben gehad of dat hij ernstig ziek zou zijn. De geruchtenmachine kwam op dreef nadat de NII-directeur heeft afgezegd voor het programma Bakkanatori.